Okay, dit is de eerste cementloze betonnen fietssnelweg van Nederland. Dus er is een innovatief concept hier toegepast. Dus geen cement gebruikt in deze vorm van beton. En dat maakt dat die duurzaam is. Want cement is over het algemeen een milieuvervuiler. En nou, dat is uniek aan dit stukje fietssnelweg van Almelo naar Vriezenveen. En 25 jaar garantie. Ja, dat hebben we bedongen. Kijk, met innovatie is altijd zo van hoe houden zich dingen. Dus we hebben met de aannemer daar mooie afspraken over kunnen maken. En dat is ook de reden waarom we dan als gemeente, ook als launching customer, zoals ze dat zo mooi noemen, kunnen zeggen van nou, aan dit soort innovaties werken we mee. Maar nu stopt het hier bij de rotonde in Adorp. Hoe gaat het nu verder? Ja, dat is onderwerp van gesprek. Zeker het stuk vanaf hier, van de rotonde Westermaatweg in Adorp, naar de binnenstad van Almelo. Dat is onderwerp van tracé-studie. Dat is nog niet opgestart. Dat gaan we binnenkort opstarten. We gaan eerst bezig met het stuk aan de F35 aan de Wierdense straat. Dus van het fietstunneltje richting de Wierdense brug. En dan naar de Aalderingssingel. En vervolgens zullen we ook nog het stuk van de Aalderingssingel naar het ROC van Twente moeten doen. Dat zit ook in de planning. En we zijn bezig met de voorbereidingen voor het stuk naar Borne. Dat is omvangrijk. Is echt een lang tracé. Ook met eventuele ondertunneling van het spoor hebben we daar te maken. En dat staat voor 2022 op de rol. En daar worden nu ook de studies aan gedaan van welke kant is het beste. Noordkant of de zuidkant van het spoor. We opteren voor de noordkant voorlopig, maar dat moet nader uitgewerkt worden. En dan moet dan uiteindelijk ook aan de raad toestemming over gevraagd worden, want daar zijn toch investeringen mee gemoeid.